leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas. Het is vandaag zaterdag. Ik wilde zondag zeggen, maar dat komt omdat mijn moedertje op visite is. Hallo. En ze heeft iets heel leuks meegenomen. Want op een tip van jullie kreeg ik te horen dat er bij Lidl allemaal van die leuke foute kerstbaldingen waren. Dus mijn moeder heb ik toen op pad gestuurd, want die woont heel dicht bij Lidl. Toen zei ze, ja, welke moet je hebben? Ik wil ze allemaal. Alles. Alles wil ik hebben. Dus ze heeft ze allemaal meegenomen. Dit zijn de croissantjes met een banket, heet dat toch? Een banaan. En een avocado. Deze zijn eigenlijk het minst mooi, maar wel leuk qua kleur. De ananas en de aardbei. En dit zijn wel echt onze favorieten. Het ijsje en de cupcake. Kijk even hoe mooi deze zijn. Maar mama die wilde graag dat ik mijn adventkalenders ging uitpakken. Dus dat gaan we nu gewoon samen doen. Dus dat plakken we er gewoon even snel achteraan. Nou, we beginnen weer met rituals nummer 12. Weet je, ik heb dus een time op. En dit kreeg ik letterlijk vorig jaar, kregen we dit ook. Of had jij de rituals kalender? Had ik niet. Heel fijn, zo'n schap handdoek. Handschoen. Handdoek? Handschoen, ja. Deze is echt heel fijn. Maar dat doe je gewoon zo? Ja, met die scrub natuurlijk. Hè? Maar je doet wel met scrub nog? Ja. Oh, dat doe je echt. Ik dacht even hiermee gewoon een soort van... Ja. Hé, hey, er kwam een auto voorbij. Ik heb deze, ja, dus een soort van achtergrondmuziek ding aan van YouTube. Maar er kwam ineens een auto met een kerstboom voorbij rijden. Terwijl die man daar links in de hoek, die zit al de hele tijd te atten. Die is alleen maar aan het zuipen. Oh, nee joh, ik heb 6 kalenders. En we gaan door met nummer 12 van Essie. Een rode nagellak. Dit lijkt wel een beetje op de kleur die ik op heb. Oh nee, hij is ietsjes roder. Die van mij is iets donkerder. Dan de kalender van Douglas. Waar zit nummer 12? Oh, wat chic. Ja, die is echt heel leuk. Die is ook echt heel leuk. Nummer 12 zit in een laadje. Nee. Oh. Ook een plump en gloss lip plummer. Oh, dan krijg je van die dikke lippen. Ja, dan krijg je van die tintel. Dan gaan je lippen zeg maar tintelen. Wil je dat? Wil je het op? Het is een lipgloss, dus in principe. Nou, als je het op je vinger doet, kan je het er ook op doen. Ik doe het ook op mijn vinger. Kan ik het eventueel nog weggeven? Ik vind gloss dus nooit zo mooi bij mij. Ik vind het bij een ander ook altijd mooi, maar bij mezelf niet. Oké, dan gaan we ondertussen door met de Cashmere Tea. Het is alleen maar thee. Ja. Oh, wat leuk. Aangenaam wat een mooie kleuren, zeg. Ja, vond ik ook al. Dit heel hoort chic. Ook echt. Oh, hier. Nou, dit is denk ik geen thee. Mmm. Wow. Mooi. Het is een soort lepel. Kijk, neem niet aan dat je dit... Verlosse thee. Ja, ik heb één bakje losse thee gekregen. Die staat hierin. Ja. Oh. Mooi, hè? Ja, die is heel leuk. Mooi. Oké. Okay. Favoriet natuurlijk. De Naughty and Nice. Nummer 12. Wow, je hebt hem zo al gezien. Dat is dit doosje. Wat is dit nou? Voel je hem al op je lippen? Ja. Ik ook. Het begint een beetje een soort van koud te worden. Ja. Dat je hem gewoon in je aars, in je achterste doet. Ja. Maar dan, dan is het voor extra grip, omdat je anders bang bent dat het verdwijnt. Ja, ik denk het. Oh. Het is wel mooi materiaal. Nou, dan is het gewoon een buttplug. Nou. Een mooie doos, hè? Ja, heel prachtig. Even kijken, Pippeduin, waar die is. Oh, hier. Ik denk dat het weer een staafje is, Pippeduin. Heb jij geluk? Oh, er zijn er twee. Je krijgt er één. Doeg. Ja, en ik neem dus al mijn woorden terug. Want ze snoept hem gewoon op. Je gelooft het niet, maar mijn moeder heeft het ding open gekregen. Wat is dit? En dan moet je allemaal even uitleggen, anders gaat het naar de kaart. Hoezo? Ja, maar jij gaat nou die wasmachine maken, hè? We gaan dat water nog uithalen. Het gaat toch stinken? Ja. Nou, wat is er met die kerstman? Welke kerstman? Weet ik het, gooi maar weg. Ik weet het niet meer. Ja. Ja, dan zul je een dweil. Oké, okay, moet je een dweil hebben? Hier. Wou je dat ik hiermee erin ging? Oh, wil je een doek?
andere het wel. Ik denk dat hij vastzit hoor. Dat hij ergens vastzit met iets, een beugel of iets. Wat nou als je straks bejaard en oud bent? Ik kan de hele manier voor mezelf zorgen. Ik denk dat je een vent krijgt. Nou ja. Je bent ook geen feminist, hè jij? Hé, dat klopt. Soms heb je mannen nodig. Mama had allemaal scharrels in de tijd dat ze net vrijgezel was. En iedere vent kon iets anders. Dat was een handige tijd. Mama gaat nou met een tang. Ze heeft de hele wasmachine schoongemaakt. Dat is echt niet normaal. Die heeft mama wel echt... Nou ja. Het stinkt hier nog steeds. Maar nou gaan... Ja, hoeveel water er al wow, is. Oh, inderdaad, ja. Dat zei ik toch? Hij blijft maar druppelen. Dus die moet je wel soms even een emmer doen, hè? Ja. Oké, en dan gaat mama dus proberen om met de tang, want we krijgen die filterdopdoes niet los. Maar hij moet dus naar links. Maar dat probeerde ik net volgens mij ook, maar naar links. Ja, maar daar moet je echt kracht voor zetten. Je kunt die draai niet maken. Die bak die staat eigenlijk, moet die machine veel meer naar achter. Hij komt. Hij komt? Ja. Mama en ik hadden bedacht om deze stellingkast eruit te halen. Dus dat wil ik eigenlijk binnenkort een keertje uitzoeken weer. En dan hier iets van schappen te gaan maken. En misschien ook wel die stellingkast eruit en gewoon schappen maken. Ja joh, dat heb ik ook. Maar ja, dat is dan nog wel een heel project. Maar, want deze ruimte is gewoon te klein om... Ja, dit is verschrikkelijk. Maar, heb je hem eruit? Nou, een gedeelte, hij komt niet helemaal in één keer uit. Nou, dat is dan toch al niet goed? Dat weet ik niet, want hier is niks afgebroken of zo. En tijdens alle ellende door switch ik ook weer snel van camera, want deze camera valt ook helemaal uit elkaar. Alles in mijn huis gaat kapot. Een emmer! Lekker scherp, ook weer de beeld. Heb je hem er nou uit? Nee, ik krijg hem er niet uit. Hij pakt hem nog niet. Dat meen je niet. Volgens mij komt er weer een auto voorbij. Inmiddels zijn we geloof ik een uur verder. Ik heb hem gebaseerd. Mama is aan het bloeden. Wat een ellende, hè? Maar er zit iets helemaal vast. Dat is één ding wat zeker is. Nou, Wessie en Carlijn zijn er en Wessie heeft precies 2 seconden naar de wasmachine gekeken of het filter liet al los. En dit is dus wat eruit is gekomen. Een of andere dikke prop met stof en... Is dit plastic ook? Hoorde dat er ook bij? Ja, dat had ook in. Ja, en nu gaan we een testronde doen. Zou dit de oplossing zijn? Ik denk het. Is Carlijn nou gebukt? Oh. Hey, ik was even aan het kijken of je een kort programma hebt. Nee, dat had ze vanmiddag ook, ja. Een kort programma, ja, extra kort toch? Oh ja, nou als je dan inderdaad zo iets doet. Moet niet even dan? Ja, ja. 3 handdoeken of iets. We gaan iets testen. Ja, ik ben bang. Ik kan natuurlijk niet die trui erin doen die shake not zijn. Die wil ik eigenlijk het liefst gewassen hebben. Nou, iets wat niet zo belangrijk is. Iets wat niet zo belangrijk is. Lekker scherp die camera, zeg. De tering. Even zonder wasmiddel doen, Wes? Of? Ja, ik zou hem gewoon even laten spoelen. Oké, extra kort? Ja, kan je niet met extra veel water doen of zo? Weet ik veel. Nee, hoe heet ik het? Ja, dat mag gewoon niet. Nou. Zie of het fijner was. Extra kort. Maar het water was in ieder geval niet weggelopen. Nou, hij klinkt niet best. Dit is het geluid wat hij gaf. Nee, ik denk dat hij echt kaduuk is. Deed hij dit ook? Nee. Hij is nou water aan pompen. Ja, dat deed hij niet, nee. Die waterpomp die kon ik niet doen. Er kon geen water erin. Oh, hij lekt. Stop, oh. Stop. Er zat nog water in ook, hè? Nee, dat kwam er vandaan lopen. Ja, zoveel water zat er niet meer in. Oh, gelukkig hij is een bak. Ja, daarvoor is die bak ook, hè? We hebben gelukkig ook een bak. Bessie en Carlijn zijn naar huis. Ik ga nu de test doen. En dat is mijn badmat opnieuw in de wasmachine. Ik hoop dat dit goed gaat. En want mijn truien die erin zaten,
Die waren vanmiddag dus ook zeik en zeiknat. Die hebben nu in de was gedraaid. En die hebben kunnen redden. Die zijn nu en gewoon weer normaal droog. En schoon. Dus als deze badmat nog gered kan worden, zou ik daar heel gelukkig mee zijn. Dus die test ga ik nu doen. En dan betekent het dat mijn wasmachine officieel gemaakt is. Nou, ik kan het niet geloven. Ik had echt alle hoop opgegeven vanmiddag met mijn moeder. En ik geloof er helemaal in het leven op dit moment. Ik ben zo dankbaar voor handige en sterke vrienden. Nou, zei Wesley net wel toen hij wegging van haar. In principe heb ik niet zo heel veel gedaan. Maar ja, dan nog. En ook de hulp van mijn moeder. Want zij heeft wel echt veel gedaan. Ook die trommel schoonmaken. En ik weet het allemaal niet. Ik ben blij met zulke waardevolle mensen om me heen. Want soms twijfel ik wel eens aan het feit hoe ik dit allemaal in godsnaam had moeten doen. Als ik deze mensen niet had. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Dus mama of Wes of Carlijn, als je deze vlog kijkt. Dankjewel dat jullie altijd mijn redders in nood zijn. Want dat is gewoon waar. Maar Wes en Carlijn zijn net naar huis. En ik ga mijn make-up eraf halen. En ik ga lekker in bed lang leven de liefde verder kijken. En trouwens, vorige keer zei ik dat iemand dus had gezegd van ja, mogelijk zijn er acteurs die erin zitten. Maar het is ook al meteen ontkracht met mensen die eraan mee hebben gedaan. En dat het allemaal gewoon 100% echt is wat je ziet. En het is trouwens op dezelfde manier opgenomen zoals bij First Dates. Dus door middel van beveiligingscamera's. Er staat dus geen cameracrew om je heen of zo. Ik vraag me dan wel af wie dat dan aanwakkert dat je dat 24 uur gesprek moet houden. Ja, nou ja, je moet het daar natuurlijk wel over hebben. Ik ben benieuwd hoe dat bij Lang Leven Liefde eraan toe gaat. In ieder geval, ik vond het zo fijn om Wes en Carlijn weer even te zien. Ze zijn echt mijn lievelingsvrienden. En we hadden elkaar echt al heel lang niet gezien voor ons doen. Maar nu ga ik lekker naar bed. Tevreden. En fingers crossed dat mijn badmat er morgen goed uitkomt. En dat ik hem daarna nog in de droger kan doen. En dat ik een schone badmat heb. Ik durf hem niet eens meer te wassen. Maar het is dat of weggooien. Maar goed, de stofbollen zijn eruit. Dus op hoop van zegen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En ik hoop jullie heel graag morgen weer te zien met de nieuwe vlogmas. Doei. Het waren deze pleisters trouwens wel waard. Man, man, man. Dan kan ik precies niks.